groep 4. Ik ga vandaag bij rekenen met jullie kijken naar blok 3, week 3, les 4. Het volgende heb je nodig. Je rekenboek, je rekenschriftje en je wisbordje en een stift. Pak die er vast bij en dan pak ik de les van vandaag er ook voor jullie even bij. Kijk met mij mee. En wil jij tussendoor het filmpje even op pauze zetten? Mag dat altijd. Oké, wat gaan wij leren vandaag? Wij gaan leren en oefenen met getallen splitsen die liggen tussen de 10 en de 20. Bijvoorbeeld 12 is 10 plus 2 en 12 is 9 plus... Ik denk dat dat 9 plus 3 is. Maar daar gaan we achter komen. Kijk met mij mee naar opdracht 2. Ik heb 12 truien in mijn klerenwinkel liggen. Ze dachten, nou, meester Pim die gaat nu ook nog mooi kleren verkopen. En die gaat die netjes opruimen in 2 grote kasten. Als je kijkt in de eerste kast, bij deze, heb ik een stapeltje van 10 aan de ene kant. Dus ik heb 12 truien. Ik heb er 10 in kast nummer 1 gedaan. Dan hou ik nog wat over. Ik heb er al 10. Maar trui nummer 11 en trui nummer 12 moeten ook nog verdeeld worden. Dan hou ik er dus nog 2 over. Als ik nou een andere manier ga bedenken om 12 truien te mogen verdelen, kan ik ook bijvoorbeeld zeggen, ik doe 9 truien in kast nummer 1. Maar daar hou ik ook nog wat over. Ik heb 9 in de linkerkast. Nummer 10, nummer 11 en nummer 12. Die moet ik ook nog kwijt. Ik hou dus 3 truien over. Die komen dan in de andere kast liggen. Dit kun je ook doen met bijvoorbeeld 8 truien in de linkerkast. En ik geef je nu even een paar tellen de tijd om deze zelf uit te rekenen. Ik heb 12 truien en die ga ik verdelen over 2 kasten. In de eerste kast doe ik er 8. Hoeveel moet ik er dan nog in de andere kast doen om uit te komen op 12. Schrijf het op je wisbordje of in je schriftje. Om van 8 in de andere kast ook nog genoeg te hebben, moet ik er 4 in die kast doen. Want 8 er bij 2 is 10 en 10 er bij 2 is 12. Ik heb ook 11. Truien in één kast gestopt. Ik dacht, nou, ik ga 1 kast die ga ik een beetje vol proppen. Daar heb ik 11 truien in gestopt. Hoeveel moet ik er dan nog bij doen om op 12 te komen? Ik moet dan nog 1 trui daar in die andere doen. Bedenk er zelf nog maar 2 bij. En ik denk dat ik die in de les straks ook nog wel ga vragen. Ik wil 2 andere manieren weten van jullie hoe je 12 kunt splitsen. Misschien kun je iets met 6, met 5, met misschien nog wel wat met 3. Dat mag je zelf gaan bedenken. Oké. Wat gaan wij doen? Je gaat straks eerst maken opdracht 3. Daar heb je een rijtje van 13, 15, 17 en 19. Wat ga je doen? Je gaat splitsen. Ze hebben steeds al een getal voorgezegd. Bijvoorbeeld 12 erbij, 1 is 13. Als je kijkt, gaat hij hier eentje af. Dat betekent dat we aan de rechterkant er eentje bij moeten doen. Dus dan krijg je 11 erbij 2 is 13.
10. Nou, dat is weer eentje minder dan 11 hier. Komt er hier aan de rechterkant weer 1 bij. 10 erbij 3 is 13. Jij gaat deze rijtjes zo verder maken. Ik wil dat je bij opdracht 3 de hele som opschrijft. En zet, als je dat fijn vindt, de getallen die je splitst boven je rijtje. Dan heb je voor jezelf altijd duidelijk hoe je aan het splitsen bent. Als je het rijtje van 19 bekijkt, zie je dat daar geen getallen gegeven zijn. Daar ga jij zelf getallen bedenken voor het splitsen. Dus dan krijg je dat je zelf 19 gaat splitsen. En daar ook de hele som. Kijk ook nog even mee bij opdracht 1. Bij opdracht 1. Doe de prijskaartjes in de goede doos. Je ziet staan bij A ongeveer 20 euro. Bij B ongeveer 30. Bij C ongeveer 60 euro. Bij D ongeveer 90. En bij E ongeveer 80. Wat wil ik zien bij jou? Je schrijft op A. Zo. Jij gaat de getallen die ongeveer 20 zijn, ga je zoeken. Nou, ik ga eens even kijken. Ik zie bijvoorbeeld 19. 19 euro is al bijna 20 euro. Schrijf een eurotekentje. 19 euro. Daar laat je weer een mooi hokje tussen. En dan ga je kijken. Kom ik iets tegen wat heel dicht bij de 20 ligt? Oh, ik zie er nog één. 21. Teken je weer een nieuw eurotekentje. En schrijf je op 21. Je gaat dus kijken naar getallen die dicht bij 20, 30, 60, 90 en 80 liggen. Als ik bijvoorbeeld 81 heb, ligt die het dichtste bij 80. Daar hoef ik er maar eentje weg te snoepen. Daar hoef ik maar 1 euro weg te halen. En zo wil ik A, B, C, D en E netjes in jouw schriftje hebben. Lieve groep 4, ik zou zeggen heel veel succes en ga lekker aan de bak. We zien elkaar snel in de les en daar mag je zoveel vragen stellen als nodig is. Dan zou ik zeggen veel succes.